Zoals deze knaap. Mijn hemel. Aan het begin van het jaar was hij nog 1,9, ja, 1 nog wat. Hij is over de 3 euro. Maar ja, je wilt toch wat, hè? Ja. Dus, een stukje plastic, dat gaan we eerst maar even weggooien. Nou, elkaar helemaal ondergedolven door 2 dames. Wat is het dan? Wat is het dan? Ja, wat is het dan? Ja, wat? Ik zat normaal, hè? Ook een... Goede morgen, lieve vrienden. Ja, een hele goede morgen. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik zit een beetje in elkaar, want jullie zien het wel. Ik heb last van de zon. Ja. We leven vandaag op woensdag, de 14e van de 12e 2022. En we leven om 10 over 11. Ja, mijn begeleidster Cindy die komt en die neemt iemand mee. En voor die tijd moet ik de meisjes even uitgelaten hebben. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten, want ik was er gisteren mee bezig. Maar ik was zo moe, dat heb ik jullie ook verteld gisteravond nog. Dat ik denk, ik ga naar bed. Ja, nou, dan heb ik de wasmachine weer ingeschakeld ook. En even bovenop bezig geweest uiteraard. En nou is het de meisjes even uitlaten. Maar ik ga altijd eerst even naar jullie toe. Om jullie even een goede dag te wensen. En ja, gewoon genieten. Want het is prachtig mooi weer. De een heeft er last van en de ander weer niet. Maar ik heb er nu, op dit moment, last van. Ja. Ik kan niet fatsoen. Ja, ik moet precies zo zitten en niet anders. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik kan de pret niet drukken. We gaan er gewoon weer voor. Bij de eettafel schijnt nou ook de zon, dus die pioe. Dan moet ik daar gaan zitten. Aan die kant, ja, daar heb ik geen last van. Maar oké, ik zou zeggen, geniet gewoon wat de dag ons verder gaat brengen. Ik moet ook nog boodschappen doen, moet ook gedaan worden. Morgen krijg ik bezoek van Theresia samen met haar dochter... Dominique. Ik moest even heel goed nadenken. Ja, nou, en Karin die is er ook natuurlijk van de partij. Dus ja, morgen ook weer een drukke dag. En wat er verder ons die dag ook morgen brengt, dat weten we ook nog niet. Het wordt allemaal nog een verrassing, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, vandaag wordt het ook een verrassing. Boodschappen sowieso doen. Dus ja, verder ik zou ik niet weten wat de dag mij brengen gaat. Dus, misschien dat jullie het weten, maar ik weet het niet. Maar ik zou zeggen, geniet van deze prachtige dag weer in je pocket. En geniet gewoon met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Een tijdje niet gefilmd, nee. Vanochtend alleen, ja. Maar ja, ik heb bezoek gehad, dat wisten jullie. Want mijn begeleidster, die zou komen, en die had een meeloper. Of een loopster. En we hebben heel wat gedaan, ja. En ik ben net weer thuis en ik had mijn jas en alles nog aan. En ik had de tas met boodschappen op mijn stoel gezet. En ik heb gelijk even aan het bellen gegaan naar Karin, want die is weer onderweg, ja. Dus ik heb Karin aan de telefoon. Daarom horen jullie denk ik het geruis, maar dat maakt niet uit, nee. Ik heb een heleboel boodschappen ingeslagen en gehamsterd, etc. Maar wat is het duur? Wow, dat willen jullie niet weten. Zoals deze knaap. Mijn hemel. Aan het begin van het jaar was hij nog 1,9, ja, 1 nog wat. Hij is over de 3 euro. Maar ja, je wilt toch wat, hè? Ja. Dus, een stukje plastic, dat gaan we eerst maar even weggooien. Voordat het op de grond gaat en het in jouw maag komt. Ja, moet maar niet. Zo. Ja, ga je fietsen stelen op Dammeren. Nou ja, en ik heb hele leuke kerstservetjes gekocht. Dat was niet duur, 99 cent, dus wat boeit het. Dus dat komt allemaal. En ik heb natuurlijk
voor Gandalf eten gehaald, 3 dozen. Ik heb allerlei vissoorten gehaald op zalm na, want dat lust ik niet. Nee, niet op die manier. Nee, ik. Het is mij een beetje. Ik ga er even ophalen, dan ben ik hier even opstellen. Ja, is goed, schat. Later. Doei. Dat was dus Karin. Ik heb mosselen, lekkere mosselen. Daar ben ik gek op. Ja. En ook op aalikerukken. Daar ben ik ook gek op, maar die kan ik niet kopen. Wat heb ik? Nou, 3 dozen voor Gandalf met natvoer. Ik heb blokjes kaars. Ik heb zouten haring. Even zien. 3 stuk zitten erin. Ik heb lekkerbekjes, gek. Maar ja, het is allemaal zo duur. De haring valt mee. Dat is 2,69. De haring. De lekkerbekjes. Nou, dat ben er maar 2. Geloof ik. Of 3. Ik weet het. Nee, 3. Geloof ik. Ik weet het niet eens. Ik zie er 3. Oké. Nou, dat staat er niet op, hè, hoeveel erin zitten. Tenminste, ik kan het niet vinden. Nou, ik zie dat niet, maar in ieder geval 3,39. En dan heb ik een lange. Weten jullie wel? Die is 3,49. Nee, ze weten de prijzen wel op te slaan, hoor. Dan heb ik nog een leverworst. Ook die is duurder, heel duur geworden. Wat precies dat mag, weet ik niet. Nou ja, wat ook moet, dat is schoonmaakmiddel. Die zullen we ook gelijk even opruimen. Zo. Ik heb een gembergeval. Dus, ik heb een potje witte bonen op tomatensaus, dat vind ik lekker. En ik had ook nog spersieboontjes. Ja, en ik heb 2 vakken kaas nog meegenomen voor voorraad. Natuurlijk een bounty. Voorbij de koffie. Ja, ik wil koffie zo meteen. Dat is ook lekker. Hoe heet dat? Een mediterrane. Dat vind ik lekker. Dat vind ik heerlijk. Ik had ook nog 2 mokka. Ja. Ga ik dit keer lekker alleen opeten. Ja. Dan heb ik biologische uitjes. Die zijn maar heel goedkoop, 99 cent, zo'n netje. En ik heb nog, maar wat ik niet vat, dit is biologisch. Dus gezonder dan die andere. Maar die andere die zijn, ik weet niet hoe duur. Ja, hoe dan? Ik vind dat zo raar. En ik hoor mijn poezekindje. En dan heb ik hier nog AV's gerookte makreel. Makreel, die is 2,88. Nou, daar zitten er ook 2 in. Dus ook helemaal geweldig. En daar heb ik ook zin in. Kip en soep. Ook de goedkoopste gewoon, hoor. En ik heb kip dit keer. En dan heb ik, ja, we lopen tegen de kerstdagen aan, tegen de feestdagen aan. En wat wordt er dan gedronken? En je kind warm maken. En ik geloof dat ik dat dit keer eens keer gewoon lekker doe. Maar deze week niet. Maar andere week. En dat is glühwein. Is normaal ook 1 nog wat, maar nou is het ook al over de 2 euro. Ja, ken je dat? Tjonge, nog aan toe. Het is echt schrik. Barren. Echt, ik vind het vreselijk. Het zootje in Den Haag, dat mogen ze van mij. Je weet wel.
Ik ben zo, dan word je zo boos weer. Maar dat wil ik niet. Ik wil aan leuke dingen denken en niet aan hun. Maar toch, ondanks dat, dat je boodschappen doet, ziet die prijs omhoog kelderen steeds maar weer. Kijk, oké, er zijn dingen, dat blijft wel goedkoop. Zoals mijn brood wat ik heb, dat blijft nog steeds goedkoop. Ja, en dit, dat blijft ook goedkoop. Maar waarom moeten zoveel dingen zo ontiegelijk duur gaan worden? Laten ze normaal doen. Ja, want er is genoeg hoor, mensen. Er is genoeg eten. Er is genoeg groenten en alles. Alles is genoeg. Hè? En iedereen maar hamster. Het hoeft niet. Ja, nu voor de feestdagen. Je wilt wat lekkere dingen extra in huis hebben. Dat is logisch. Maar voor de rest, je hoeft niet te hamsteren. Nee, niet nodig. Want alles is genoeg. De vakken die staan overvol. Er staan zelfs in het midden van het pad pallets met dozen met daar extra spullen in. Ja, hallo, ik wil er ook nog door met mijn booster, weet je? Maar nee. Kon je weer omrijden, dan kan je daar niet bij die twee schappen. Nee, maar oké. Okay. Ik heb dus nog voor mijn poesbeestje. Maar dat laat ik er even inleggen, want dat ruim ik straks ook op. Ik ga weer afsluiten. Ik wens jullie allemaal hoe laat leven wij eigenlijk, dat weet ik niet. Even koekeloeren. 7:32. Ik moet nog met de vaatwasser bezig, want ik krijg morgen bezoek. Dus ik wil dat aan de kant hebben. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik moet nog eten. Ik moet de honden nog uitlaten. Dus nog genoeg te doen. Ja. Maar dat komt goed. Ja, komt allemaal hopelijk goed. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet en geniet met ons mee. Nou, Karen helemaal ondergebedolven door twee dames. Wat is het dan? Wat is het dan? Ja, wat is het dan? Ja, wat? Ik zat normaal, hè, Toku. Bijt je in mijn vinger. Wat dan? Toku, ja, dank u. Au, dank u. Waarom moet je nou in mijn vinger bijten? Kom eens. Zondags. Komt er eentje op mijn schoot. Hé, Boefie. Jullie sporen voor geen ene meter. Echt niet. Ja, Boefie. Hé, Boefie. Ja. En dat is een camera. Ja, dat is inderdaad nog altijd een camera, ja. Kom dan. Doe dan. Kom. Doe dan. Nee, kom maar. Doe dan. Kom. Ja, graag een vraag, hoor. Bedoel maar. Het is graag of het is gekker. Echt, hè? Het is graag een vraag, hoor, aandacht. Ja, ben je er klaar mee? Met aandacht? Ben je er klaar mee? Ja, ben je er klaar mee? Ja, dat is mooi. Geweldig. Dus ja, dan hebben we onze Karin weer erbij. Ja, ja. Oh. Ja, ik zal eens even zien of bellen. Zeg dat ik ja, ben. Nou. Karin weer, hè. Ja. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, hoe laat leven we? Net 7:00 geweest. Net 7:00 geweest. Dus een hele fijne liefdevolle avond. Doedeliedokies.
Ja, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken om jullie wel terug te gaan wensen. Ja, het is bijna 1:15, dus ik ga lekker een bedje toe, want ik ben moe. En morgen is er een grote, lange, zware dag voor de boeg. Want ten eerste komt Wilma, mijn huishoudelijke zorg. Rond een uur of 12:30, dan krijg ik bezoek van iemand die ik in live nog niet kan. Maar dat is een Facebook-vriendin, samen met haar dochter. En dan morgenmiddag rond een uur of 2:30 komt Karin erbij. En dan gaan we morgenavond dus uit eten. Ik ga dus naar mijn bedje toe. Kruikwater is bezig. Ik film nou met mijn telefoon, want mijn accu was leeg. Terwijl ik vanmiddag nog keek, het was die nog vol. Dus ja, hallo, weet niet. Maar ja, het loopt natuurlijk ook uit zichzelf een beetje leeg. En net zoals met de telefoon, dat loopt langzaam leeg ook. En dan met je gebruik nog. Dus ja, dat heet allemaal. En die laat wel weer op. En dan moet ik morgen de camera leeghalen. Ik moet deze weer leeghalen. En dan komt het allemaal wel weer goed. En dan gaan we morgen weer vol goede moed weer er tegenaan. En ik zeg, we gaan lekker slapen dus. Ik wens jullie wel rusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen uiteraard gezond uit je bed zien te komen. Dus ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan!